wij beginnen smeus betiend. Dan wekken we eerst even een koude klets. En dan even twee drie shirtjes en dan begint de oude diesel, de motor begint te werken. Gak een soort. Maar dat zit in de game, daar kan je niks aan doen. Een gokker is een sokker en een suiper is een gluiper. Maar je moet wel in raam doen, hè? En dat denk ik wel dat ik dat nog. Maar ja, er zijn wel mensen die praten en oorzoeken, maar ja, daar heb ik wel schijt en lak aan. Ja, ik zou zeggen, want de meeste die beginnen toch met een bakje thee, een bakje koffie, een ja, stikje ballen maar. Maar dan krijg ik me ook zoveel iets voor. Vroeger, als baby, ik ben geboren hier bij het park in Hermenstaten. Mijn wiegje wie gewoon een sinaasappelkistje. Maar wie het gedintje. En ik denk dat dus men vroeger zenuwachtig werd dat hij een soort tepel had. En zat van, dan ben ik misschien alcoholist van. Maar ja, dat maakt mij niks uit. Want jou kennen net zonder de barrel? Nee, ik ken net zonder de barrel. Met bier heb je plezier. En heb je een soort willen? Ik heb altijd het willen. Ik steek de meeste keer kwast de gek aan. En dan doe ik een trio en een duo en een koppel. Heel erg een levensmotto? Ja, wat is een levensmotto? Geven en nemen. En leven en laten leven. En wie goed doet, wie goed ontmoet. Ja, dat met alle dat fut. Maar ja, ik weer ziek. En ik vind, ik wil wel mooi steen. Maar ja, al ik liet het steen tot de carnaval. Want hoe ben je zo op dit idee gekomen? Nou, dat heb ik maar noem je Duitsland. Die is al gekeskes en dat ik gewoon weer de mooiste strutten heb. Nou, ik denk dat ook maar eens een keer wat bierblikjes erin. Nou, en dat er weer eens een keer wat hoort. En ben je jou trouwens alleenig of heel ik nog een partner? Nee, ik wou je mooi alleenig, maar ze nou dan dit opa was eventjes op stap. En sliep ik wel eens een keer achter een warme kontje, maar ik zal me net het zeggen, want dan ben je alle in jouw jaloers. Wie zou dat dan wel wezen, wist je wel? Je bent gewoon rustig aan. Oh, je bent stiekem ook wat een Casanova. Nou, het is helemaal gigolo, zeiden ze. Een gigolo, maar ja, dat zit erin. Is dat zo? Ben je ook zo'n rockerjager? Nee. Vroeger woonde mijn ouder meer. Wees voor, maar ja, wij hebben wel wat in de piepen, maar ja, het wordt wel ouder. Je bent wel ouder. En dan mag jongen, als de vrouw heeft de muskeren. En dan moesten we naar de kapper hier knippen. Nou, dat is meer allemaal niks. Het leven is maar kort en dan moet je genieten. A goeie. Mooi wel even bij hem zien. Waar ben je morgen gegaan? Hobby. En een hobby dat wat in auto's opknappen? Ja, zo'n beetje. Daar ga ik een tijd voor, dan nemen we deze man naar mij. Want wat voor project is dit? Dit is een volg van een caddy. Maar daar ga ik afscheid van aan. En dan hebben we deze man naar mij naar Brabant. Eerst moment naar Brabant. Brabant. Dit is een man die van het jaar dat we elkaar krijgen. Die hebben we nog beter. Oké, heren, jullie hebben er al een hele rit op zitten. Ja, 4 uur. 4 uur. 4 uur zit er al op. Ja. Want waar komen jullie vandaan uit Brabant? Berg op Zoom. Berg op Zoom. Dat is 300 kilometer rijden.
En wat gaat er met deze wagen gebeuren? We gaan hem aftrappen. Restaureren. Hij zal het even passend maken. Maar even opknappen, dat houdt in dat jullie hem uiteindelijk zelf gaan gebruiken? Of? Ja, helemaal restaureren totdat hij weer nieuw is. En dan weer naar shows. En hoe zijn jullie bij dit adres terechtgekomen? Facebook. Via Facebook. Facebook. Vachtverkoopboekje. Er staan heel veel advertenties op. Ik kan hem altijd wel vinden wat we kunnen opknappen. En dat klaar is, of zelf maar rijden of even kopen. En waarom wouden jullie juist deze wagen hebben? Best moeilijk te vinden, deze. Ouderwetse caddy met als pick-up. Bijna niet meer te krijgen. En was het een beetje een goede prijs? Jawel. Anders hadden we hem niet meegenomen. Ja, de horenpartij, ik tevreden met de prijs die je ervoor kreeg, hè? Hij komt er ook. Ik zei, Wienjo, ik tevreden met de prijs die je ervoor kreeg, hè? Nou, we hebben dat maar net nog. Ja, zullen we maar een afscheid van hem, hè? Dat hadden we nou, Bert. Wat pijn in het. En dan zie ik een orenhapje op.